Zo, nou, er is een auto al in de tent. Er staat 1, 2, 3, 4 en nog wat aardig wat auto's voor ons. Nou, Karel is even boodschappen doen. Ik wacht even tot ze weer terug is. Dus dan zie je het zo wel verschijnen. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vrijdag 2 oktober en het is nu 1:15. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. Hier naast mij, dat is Roderick Staalman van de Werf. En we zijn dus nu onderweg naar Vlissingen. En ik weet niet of ik het kan filmen, maar Roderick die gaat sowieso wegkijken, weet ik sowieso wel. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, en daar staan we dan. Ja, ik heb een mondkapje op. En dat heeft mijn mannetje ook, Roderick. Ja. En nou staan we dus al bij de testlocatie. Ja. Nou is het wachten. Want we hebben ook aardig wat auto's voor ons. Ik doe het even zo, want ik krijg geen lucht. Die ruim open dan. Nee joh, gewoon zo. Voor ventilatie. Ja, bijna wel. Gewoon zo. Helemaal. Dus, papiertje bij me. En eens even kijken of ik ook zo meteen kan filmen. Ja. En gewoon diegene bluren, gewoon met een leuk smiley zo op de handen. Dus ja, we zullen het zien. Nou ja, we staan dus op de testlocatie in Vlissingen. Ja. Nu is het even afwachten. Ik heb wel mijn mondkapje bij me. Mochten ze willen dat ik mijn mondkapje op doe, ook goed. Wat ik al zei, ik heb geen klachten. Ik ben wel verkouden geweest, maar niet echt dat je zegt van ik heb echt last. Maar ja, ik heb ook een buurvrouwtje schuin onder mij wonen, die is wat ouder. Die heeft gewoon één long, dus gewoon voor haar gemoedsrust ook doe ik dit, want haar dochter is wel heel erg ziek. Dus ik heb zoiets, ja dan, en dan doe ik ook gewoon een test, klaar. Dus, en ik heb ook rekening houdend ook met rozenwerk. En dat ik dus ook in mijn werk niet altijd 1,5 meter afstand kan houden. Dus heb ik zoiets van, ik doe gewoon een test. Ja, en in mijn buurt was gewoon echt alles, was gewoon niks meer beschikbaar. Dus dan maar hier weer naartoe. Het is niet anders. Ik laat me niet zelf nat regenen. Ik moet, nope, geen zin in. Okay. Dat scheelt inderdaad, ja. Dus dus dat. Dus dan doe ik het lekker zo. Ja, het is niet alles. Zo, nou, er is een auto al in de tent. Er staat 1, 2, 3, 4 en nog wat aardig wat auto's voor ons. Dus ja, we gaan het beleven. Gaan we meemaken. Ja. En wat denk jij ervan? Vertel. Ik denk dat je een zwarte baard hebt. Zwarte baard. Kijk, en die is al klaar, dus dat gaat hard. Kijk. Die gaat, en dan gaat die alweer. Dus die is snel. Zelf dat niet. Is lekker. Okay. Dit gaat lekker door. Dus we gaan het lekker meemaken. Ja. En dan gaan we weer de auto starten. Dan gaan we weer even doorrijden. Dus een klein rotstukje. Maar... En zoals jullie zien, achter ons regent het. Dan sta je in de kuil. Doe maar een stukje door. Yes, dan ben je nu uit de kuil. Zo. Doe hem gewoon lekker af. Zo. Ah, kijk. Dit gaat nou snel. Dit gaat door. Dit is lekker. Ik ben benieuwd. Ben je zenuwachtig? Nee, dat valt reuze mee hoor. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Nee. Ja, lekker laten gaan lief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En wij zijn de 8e auto, toch? Even uit mijn hoofd zo snel. 1, 2, 3. Ja, en er staat eentje binnen hè. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En wij zijn 8.
Kijk, want die staat dus nou buiten. Ja. Er staat eentje binnen. Dat zie je. Er staat eentje binnen. Kijk, dat zie je. Er staat één binnen. Ja, één binnen. Eén. Kijk, en die gaat nu weg. Dan gaat die. Ja, en wij zijn acht. En dan zijn hun nog waarschijnlijk. Zonder auto. Ja, lopend. Misschien toch. Dan heeft hij allemaal gemeten uit dat. Ja, rouwklaar. Jongens. Misschien is het wel familie van elkaar. Dus. Nee, maar dan hoeft het niet. Dus ga niet iedere keer zeggen van dat. Nergens voor nodig. Ik laat me niet nat regenen, doei. Ik kan niet. Nou, blijkbaar is dus twee tenten. Eentje waarschijnlijk de aanmeld tent. En de andere tent is dus en de test afnemen, denk ik zo. Dus ja, dat zeg ik. Want ik zei al vanaf dat het snel ging. Maar die fietser die is er nu net ook pas uit. Dus... Die fietser die ging hier eruit en dat wij nog daar stonden. Dus ja, dan wil het wel zo snel gaan, ja, vanzelf. Doorrijden tot het einde tent. Ene tent, motor uit, ID-bewijs bij de hand. Nou, dat heb ik wel. Dat is fijn. Ja, wat denk je hun? En hun zit alleen maar anders in die uitlaatgassen, weet je? Nee. Dat is helemaal niet handig, niet. Nee. Tuurlijk is het handig. Nee, natuurlijk niet. En wat hebben we nog meer qua regeltjes? Blijf in uw auto maximaal door haar hoogte 2 meter. Nou, dat doen we ook. Dat scheelt hier. Kijk, een lekkere grote bocht. Motor uit misschien of zo. Staat er duidelijk. Dus ja, scheelt weer. Nou, dit is dus mijn barcode. Ja, dat is mijn barcode. Wat ze daarmee kunnen, weet ik niet. Maar waarschijnlijk is dat gewoon persoonsgebonden. Dus we wachten het af. En nou staan we te wachten dus voor de teststraat. Ja, ik dan. Ja, Ro ook, maar... Maar Roderick die gaat geen test doen. Nee. Ik heb geen klachten. Geen klachten. Klachten om hier te staan, ja. Maar ook thuis blijven. Ja, echt hè? Ja, wel. Ja, precies. Dus nou ja, we gaan dus. Het merken. Nou, Karen is even boodschappen doen. Ik wacht hier even. Tot ze weer terug is. Dus dan zien we het zo wel verschijnen. We hebben net de test gedaan. Nou, Karen dan. Krijg je een stokje in je keel geduwd. Bleh. En een beetje in je neus te priegelen. Dus dat geeft kriebel. Goed. Het was eigenlijk zo gebeurd. Dus dat scheelt weer. Ik ga eens even bij de lokale supermarkt al hier. Kijken of iets te eten is te halen. Dus dan zien we er zo meteen weer. En dit was de vlog! Ja, precies. Dat was leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Abonneren, belletje aan, duimpje omhoog en laat er een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey, dikke tuut op je snuit en tot morgen. Doei!